6 punten in 3 dagen, dat is voor de Graafschap mooi, want dat betekent play-offs en op weg ook naar een top 5 klassering. Tijdens de persconferentie zei jij iets over Youssef El Jebli. Die zei afgelopen vrijdag voor deze camera, ik mis waardering in de onderhandelingen met de club. Nu hing er vanmiddag een spandoek. Clubmensen die presteren moet je waarderen. Dergelijke tekst. Je begint te lachen, maar je vindt het eigenlijk niet prettig. Nee, dat was niet leuk. Want Youssef heeft een zaak, een hele goede misschien. Maar Youssef die heeft een aanbieding gehad, echt fantastisch. Die moet hij ook gauw tekenen, alleen het wordt wat tegengehouden. Youssef heeft bemoeit zich nooit met geld en heeft van de week niet goede informatie naar buiten gebracht. Hierdoor krijgen de club en verkeerde mensen, of mensen die het niet verdienen, krijgen de Zwarte Piet. Als naar buiten komt wat voor contract Youssef kan krijgen, dan hangt er volgende week een ander spandoek. Dat moeten we niet hebben, want we zijn stapelgek met Yushi, met de club, met de supporters. En nu wordt de boel bespeeld waar de supporters niks aan kunnen doen, want die weten niet wat er speelt. Dus dat moet even teruggetrokken worden. En Yushi moet mooi heel snel weer contract tegen, want het is een fantastisch contract. Echt een fantastisch contract. Maar misschien is hij wel gewoon eerlijk. Hij zegt voor de camera, ik mis waardering, er kan financieel best wel wat bij. Dat is eigenlijk zijn letterlijke lezing. Ja, maar die lieve schat, als dat naar buiten komt, wat erbij komt, dat kan niet hoor. En wat Yushi ook zei, ik had nooit het interview moeten doen. Maar ik moet even voor Yushi afkomen en voor de club opkomen. Want zo gebeuren de dingen die niet moeten. En dat weet Yushi ook. Ik heb het al met Yushi over gehad. Dit was niet de bedoeling, zei hij ook. Ik moet niet interviews geven. Maar waarom zegt hij dan, ik mis waardering? Dat weet ik. Komt dat dan vandaan? Dat weet ik. Ik denk dat het bij zijn zaak wel eenmaal wegkomt. Maken spelers dan vaak gek? Dat weet ik niet, maar ik vond dat ik even moest reageren. Ik weet het bedrag en wat hij gaat verdienen. Nou, dat is echt een fantastisch contract hoor. Jeetje. Echt. Gaat het snel goed komen? Tuurlijk gaat het goed komen. We zijn allemaal stapelgek met Joes. En dat merk je vandaag ook weer aan onze supporters. Die zijn stapelgek met de jongens. De club is stapelgek met hem. Het contract wat hij aangeboden heeft gekregen, nu het laatste contract. Hij is echt top. Hij is echt top. Ja, en dat moeten we ook mooi zo houden, want hij hoort bij ons hier.